ongedierte. Het is vooral een heel vervelend, maar wel een veel voorkomend probleem voor veel mensen. En vooral als je bijvoorbeeld in de buurt van water woont. Is het nou zo dat je zelf iets kan doen aan ongedierte of heb je daar altijd een professional voor nodig? Ik heb een afspraak met Raoul en die kan mij daar alles over vertellen. Ik denk als je alle mensen wegdoet, dan kan de rest blijven leven. Ik denk dat je dat zelf in je eigen tuin of wat dan ook, dat je dat zelf beter doet als dat een ander dat doet. Ja, een professional die kan het denk ik altijd efficiënter doen. Ik denk dat je zelf niet eens alle mogelijkheden hebt om ongedierte te bestrijden. Raoul, jij bent expert op het gebied van ongediertepreventie en bestrijding. Wat voor ongedierte kom je nou vaak tegen? Nou, je kan heel veel soorten ongedierte tegenkomen. Denk aan ratten, muizen, kakkerlakken, maar ook mieren, wespen, bedwansen, maar ook houtwormen bijvoorbeeld. Waar komt het ongedierte nou vaak voor? Nou, die kunnen op verschillende plekken voorkomen. Bij mensen thuis, in de woningen, bij bedrijven. Ja. Alle soorten bedrijven, maar ook aan boord van schepen. Wat zijn nou de oorzaken of wanneer loop je nou het grootste risico? Het grootste risico loop je als je bijvoorbeeld je bouwkundige zaken niet op orde hebt. Je hebt gaten in je muren, kieren onder je deuren. Als het bijvoorbeeld buiten koud is en er is geen voedselaanbod, ja, dan gaan die muizen toch op zoek. En als ze dan binnen voedselaanbod warmte en vocht vinden, dan voelen ze zich prettig en kunnen zich verder ontwikkelen. Maar kun je er altijd wat aan doen als je ongedierte in huis hebt? Nee, je kan het niet voorkomen, het kan je ook overkomen. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een bedwans. Dat wordt vaak meegebracht. Wat is een bedwans? Dat zijn hele kleine diertjes die dus voornamelijk in de bedden leven en vooral onder de matrassen. De boksprings. En die kunnen verschrikkelijk steken. En die hebben bloed nodig. Dus de volgende ochtend word je wakker en heb je dus overal kleine bultjes. Dat overkomt je, want dat wordt vaak meegebracht. Van vakantieadressen, naar hotels. In je koffer neem je dat mee. En dat kan je dus thuis weer tegenkomen. Maar kan je het nooit helemaal voorkomen? Ja, je kunt heel veel voorkomen door dus preventieve maatregelen te treffen, door die bouwkundige dingen te doen. Zorgen voor weinig voedselaanbod, weinig onnodige warmte en vocht. Daarom zijn periodieke inspecties ook eigenlijk noodzakelijk om er snel bij te zijn. Het vroegtijdig te signaleren om de juiste maatregelen te kunnen treffen en de goede adviezen daarin te krijgen. Als bedrijf last van ongedierte, welke stappen moet ik dan nemen? Het advies is altijd om een professioneel bedrijf, zoals bijvoorbeeld Rentekil, in te schakelen. Zij maken de inventarisatie, hoe groot de omvang van de plaag is. Zij kunnen de juiste ongedierte of soort bepalen en daaraan gelijk de juiste maatregelen nemen en de goede adviezen geven. En hoe ziet zo'n plan er dan uit? Maatregelen zijn het opvolgen van de adviezen, bouwkundige wering, ja? Voorkomen van voedselaanbod. En daarnaast hebben we ook een bestrijdingsplan door middel van klemmen, giftige middelen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de ouderwetse muizenklemmen. Ja. Maar ook bestrijdingsmiddelen in pastavorm. Ja. Maar er zijn ook bestrijdingsmiddelen in korrelvorm. Muizengif, muizenklemmen, die kan ik natuurlijk ook zelf gewoon in de winkel kopen. Maar waarom zou ik dan toch een professional inschakelen? Het gevaar schuilt me in de onderschatting. Dat als je zelf met gif in de weer gaat, dat je dus de verkeerde maatregelen neemt. Het gevaar is dus een verhoogd vergiftigingsrisico als je dat niet op de juiste wijze doet. Bijvoorbeeld een kind of een huisdier, die zullen niet het verschil zien tussen een bestrijdingsmiddel en een lekker snoepje. Daarnaast zijn de professionals ook getraind. Waar wordt een professional eigenlijk op getraind dan? Nou, de professionals worden jaarlijks getraind om bij te blijven bij de nieuwe ontwikkelingen in wetgeving en bestrijdingsmiddelen. Het kennisniveau op peil te houden om de juiste adviezen te kunnen geven en om mee te gaan in innovatieve ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de digitale muizenval. En hoe werkt een digitale muizenval? Zal ik je even laten zien. Op de digitale muizenval is beveiligd met een slotje, wat de professional kan openmaken. Oh, heel veilig dus? Ja, is heel veilig. De val is voorzien van een CO2-patroontje. Op het moment dat de muis hier doorheen loopt en hij loopt door de sensoren, klapt de muizenval dicht. Wat hoor ik nou? Dat is het CO2 wat je hoort, waardoor de muis heel snel een pijnloze dood sterft. Oké, dit is toch niet gevaarlijk voor ons nu? Nee, het is gewoon CO2 in hele kleine mate. Wat ik dan wel weer aantrekkelijk vind, is dat ik niet zelf zo'n muis uit zo'n klem hoef te halen, maar dat gewoon iemand dat voor mij doet. Ja, dat is het grote voordeel. Daarom alleen als ik een professional wil. Ja.
Het is dus een fabel dat je zelf net zo goed ongedierte kan bestrijden als een professional. Een professional heeft gewoon de juiste middelen en de juiste kennis. En de kans is veel groter dat als je een professional inschakelt, dat het ongedierte ook wegblijft.